Nou, ik ben in ieder geval een Nederlander. Sinds dit seizoen dan hier coach en trainer van DHW. Ik heb zelf een achtergrond als handballer wel in Nederland. Maar ik heb de langste tijd heb ik als trainer gefungeerd. En, ik kom eigenlijk uit Etten-Leur. Bij Internos ben ik trainer geweest. Daar heb ik ook vroeger gespeeld. En afgelopen jaar heb ik, en die 2 jaar daarvoor ook, nog bij Quintus gezeten in Den Haag. En dat is wel een aardige ploeg in Nederland. Nummer 3 van Nederland. En zo weet ook u meteen wie de nieuwe coach is van DHW United Antwerpen. Een bescheiden Nederlander die zelf ooit nog op het wereldkampioenschap voor militairen aan de slag was. En ik vind het altijd wel gepast om er daarbij te zeggen. Omdat het was verschrikkelijk leuk om mee te maken. En daar heb ik ook veel... dat is ook een hoogtepunt in mijn handbalcarrière. Maar het is natuurlijk heel iets anders dan een nationale A-ploeg. Dus en ik weet niet of ik denk dat realisme is niet alleen bescheidenheid, maar, of geen bescheidenheid, maar vooral realisme. Een ambitieuze, realistische Nederlander. Je komt ze niet zo vaak tegen. En dan vraagt men zich al snel af waarom hij kiest voor dit jonge DHW United. Ik vind het een enorme uitdaging hier, omdat het is toch heel compleet anders. Andere cultuur, andere manier van werken. Het gaat niet om beter of slechter, het is anders. En wat bij mij past is het doen van nieuwe dingen. En wat ik al zeg, ik ben nooit over de grenzen geweest. En dit is weliswaar dicht bij huis, maar wel een andere wereld. En in die andere wereld vindt de nieuwbakkencoach van DHW een perfecte mix in zijn nieuwe team. Ja, ik vind het nu wel een mix. Dus er zitten ook wat dames die tegen de 30 lopen. Met Sandra erbij, en Nathalie en Anita natuurlijk. Dus het is wel een mix. Ik mis een beetje de middengroep van 25 tot 28, vind ik zelf. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het een goede mix. Jong, snel. En toch ook ervaring in de ploeg. En dat brengt ons meteen bij de ambities van dit DHW. Want laat één ding duidelijk zijn. DHW doet elk jaar mee voor de eerste 4 plaatsen. En dat zou dit jaar niet anders mogen zijn. DHW, zover ik weet, doet vaak mee bij de laatste 4. Vorig jaar echt duidelijk als nummer 4. Voor mij ligt de doelstelling net iets hoger. Van laten we niet als 4de natuurlijk eerst die play-offs halen. Dat is de eerste opdracht. En daarna kijken hoe ver we daarin kunnen komen. En het zou mooi zijn als we hoger eindigen dan afgelopen jaar.